niet Jerome Lambrouze, ze lijken een beetje op elkaar. Maar dat is dus die Rus. Oké, okay, ja. We zien wat dat wordt. Maar om 1 uur horen we het wel, hè? Ja, hoe het afloopt zeker, allemaal in Bahrein. Bedankt, Stefan. Graag gedaan. Volleybalclub Mazeik is 50 jaar oud. Een hele prestatie, want volleybal is nog een jonge sport. Voorzitter Mattie Raatschelders is al 25 jaar voorzitter en zit nu bij ons in de studio. Meneer Raatschelders, goedemiddag. Gisteren is het wel niet zo goed gelopen in Roeselare Mazeik. Maar ik heb er nooit een slecht gevoel bij als onze tegenstrijver, sterker is. En dat was het geval. Roeselare beter. Roeselare was echt beter. Play-offs al verloren? Nee, helemaal niet. We zijn net begonnen. Het zijn 10 wedstrijden die we moeten spelen. We moeten zorgen dat we bij 1 en 2 zijn. En ja. Er is helemaal geen paniek. Chris. Ja, Mazeik, Roeselare, Romaan. Het gaat over Mazeik, topclub. Hè? Hij ziet er imposant uit. En het is terecht, want eigenlijk kan je dat Vlaams volleybal kan je dat bijna niet onderschatten. Om de mensen een idee te geven, wij zijn allemaal jaloers op het sportland Nederland, maar er is in heel Nederland geen enkele volleybalclub die kan tippen aan het succes van Mazeik of Roeselare, want je moet die twee wel samen nemen. Ook in Duitsland misschien één clubje, maar wat volleybal betreft zijn we echt wel Europese top of misschien subtop. Ja. Meneer Raatschelders, heel kort even hoe het allemaal begonnen was. Dat was in het college. Het Heilig Kruiscollege? Ja, volleybal is op veel plaatsen ontstaan in de colleges in de scholen. Omdat het een stuk makkelijker was, had er geen groot voetbalveld voor nodig. En zo is volleybal heel vaak ontstaan. En op een bepaald ogenblik, en dan praten we ongeveer 50 jaar geleden, is dat de scholen ontgroeid en zijn daardoor allemaal de clubs maar ontstaan. Het begon in het Heilig Kruiscollege. Inderdaad. Dat beeld hebben we. Er was op een zondag, zo, en de jongens zaten op de bank. En ze zei, vervelend ons, ken je geen ander sport? Toen zei ik, ja, ik ken nog wel één. En toen zijn we begonnen met net lijnen trekken en een bal. Geleidelijk aan, ja, dus hebben we ploegen gevormd. En na enkele jaren hadden we 40 ploegen. We hebben enkele jaren geleden met het bestuur, we hebben een zeer dynamisch bestuur, hebben wij gezegd, kijk, ofwel gaan we naar de top, ofwel zakken wij terug. En veel supporters ook? Inderdaad, wij hebben wel, zou ik durven zeggen, het meeste aantal supporters van België. En het is afgelopen. Met Mazeik is de beste ploeg van het land verdiend kampioen. We gaan spelen om te winnen. Wij spelen zaterdag thuis en moeten winnen. Want wij moeten eerst eindigen. En wij moeten die titel halen. Wij moeten kampioen spelen. Ik vind voor een topclub is dat een must. Go! Mijn spelers willen trofeeën winnen. Ik heb aan hun gevraagd, eergisteren aan de kleedkamer, wat wil je? En dan zeggen ze, meestal tot Engels natuurlijk, maar zeggen, I want to win every prize. Ik wil elke prijs winnen. En daar draait het rond. Ja, mijn Raatschelders, winnen. Dat is de mentaliteit op dit moment. Uiteraard, maar dat is niet alleen volleybal, dat is elke sport. Tuurlijk. Waar winnen maar eigenlijk het belangrijkste is. Maar het is allemaal begonnen als hobbyisme. Was dat? Uiteraard, dat was helemaal anders. 50 jaar geleden was het uiteraard geen beroepssport. We hebben in die periode heel wat meegemaakt. En als we het filmpje zien, dan verschrik ik mij hoe snel die 25 jaar zijn voorbij gegaan. Was u dat echt in dat filmpje? Blijkbaar, ja. Die bril, dat moet je ja, nog eens opzetten. Dat was fantastisch. Ik denk dat het een beetje lachwekkend zou overkomen als ik terug mijn bril van 25 jaar geleden zou opzetten. Maar u had aanvankelijk geen sporthal, hè? Of nauwelijks? Nee, het is zo dat wij begonnen zijn in de sporthal van een school. Lijkt dat op heel veel plaatsen was. En nadien, maar dat is toch al 35 jaar geleden, heeft de stad een sporthal gebouwd die redelijk was. En we zijn 2 jaar geleden in een zeer mooi, vrij uniek complex, de Lottedom, die wij nu in Mazeik hebben, is toch wel iets zeer bijzonders. En duur, hè? Ja. 5 miljoen euro? Het totale complex kost 28 miljoen. Miljoen. Maar er is dus een groot zwembad bij, er zijn 2 sporthallen, bowlingbanen, het is een groot fitnesscentrum, het is een totaal complex.
En het onderdeel van de Lotterdam Sporthal is ongeveer 5 miljoen geweest. Ja. Ja. Nu, wat is uw budget als club? Maar want u bent nu, laten we zeggen, een professionele club. Wij zitten, en dat durf ik rustig zeggen, in Europa bekeken met een vrij laag budget. Wij draaien, als we er alles bij rekenen, rond de 2 miljoen euro. Het is natuurlijk een hele prestatie om die elk jaar opnieuw bij elkaar te krijgen. Dat is een ander verhaal. Maar als we dat vergelijken, we spelen binnen een paar weken de Final Four in Mazeik. Wat toch ook wel iets zeer bijzonders is, wat dan kadert in die 50-25-25. Daar zijn we de ploeg met het kleinste budget. Ploegen lijkt Odinsovo Moskou, die hebben een budget wat 10 keer het onze is. Italië praten we 5-6 keer ons budget. Hoe komt u aan dat budget? Want ja, u hebt 3000 toeschouwers. De dat naam is, alleen, dat is de niet naam. Genoeg. Maar ze Nolico. Voilà. Kijk, het is zo, en ik denk ook wel dat dat, dat dus iets unieks is. We hebben ook 25 jaar dezelfde sponsor. En tussen Scan en Nolico, het bedrijf, en Nolico, de club, liggen heel wat parallellen. Het is niet zo dat je 25 jaar blijft sponsoren alleen maar om die naambekendheid. Daar steekt veel meer achter. En u bent ook een man met een zaak, hè? Ja, bent u de van de stok een beetje van het volleybal, of is dat overdreven? Dat kan ik niet zo juist inschatten. Daar gaat het ook eigenlijk niet om. Nee, maar het is zo dat zowel Scana Nolico als ons bedrijf meegegroeid zijn met de evolutie van de club. En ook mogelijkheden gekregen hebben, meegegroeid ook op financieel vlak. En daardoor de club ook zo lang en zo goed zijn kunnen blijven ondersteunen. Wat is het belangrijkste resultaat dat u als voorzitter hebt geboekt? Sportief bedoel ik dan, hè? Uiteraard is dat 97. Het jaar 97 is zeer bijzonder geweest. Daar hebben we de eerste keer in toen de beker der landskampioenen zilver gehaald. We hebben in de halve finale het grote Treviso uitgeschakeld. Ja. We hebben datzelfde jaar voor de eerste keer de triple, de Belgische beker, het kampioenschap en de Supercup gewonnen. En we zijn toen, daar zijn we nog altijd fier over, de beste sportclub van België door de journalisten gekozen. Je zei het daar straks al, Europees telt Mazeik mee, Roeselare ook natuurlijk. Dat is niet zo vanzelfsprekend, hè? Nee, en ik ben er fier op. Ik heb toevallig een tijdje geleden gelezen. Nolico Mazeik is de enige club in gans Europa die aan elke Champions League uitgave, zolang als ze bestaat, en dat is nu 10 jaar, zonder onderbreking heeft deelgenomen. En dat is een prestatie op zich. Er is geen enkele andere club in Europa die dat op het palmarès mag zetten. U zei daar net al, nog even aan verwijzen, eind van de maand organiseert u de Final Four van de CEV Cup. Even duidelijk uitleggen, dus de tweede competitie. Dat is niet de Champions League, dat is de Europa League. Maar het is toch een hele prestatie. Uiteraard, kijk, als we de affiche zien, het is de nummer 2 Cugno, de nummer 4 Piacenza van Italië. En dan het grote Odinsovo Moskou die naar Mazeik komen. En ik ben als voorzitter fier als een gieter dat wij daarbij mogen zijn. En dat we dat mogen in Mazeik in onze mooie Lotterdam organiseren. Mm-hmm. En ik denk wel, als hoeveel dat toeschouwers gaan? Een ruime 3000. En is dat dan voldoende voor zo'n groot evenement? Maar, kijk, het is zo, je kan in België geen sporthal, lijkt dat bijvoorbeeld in Polen is, voor 10.000, 15.000 toeschouwers gaan gebruiken, om die misschien eens ooit om de 5 jaar vol te krijgen. Dit is een sporthal die geconcipeerd is voor het volleybal. Er is ook alleen maar volleybal. Mm-hmm. En die met 3.000, 3.500 toeschouwers toch wel, we krijgen die een keer of 10, 15 per jaar vol, ruim aan de behoefte voldoet. 50 jaar, proficiat, 25 jaar zelf op de voorzittersstoel. En hoe lang nog? Bah, kijk, het is zo. Zolang ten eerste, en daar mag ik blij om zijn, 25 jaar. Ik ben in 25 jaar nog nooit ziek geweest. Dus laat ons hopen dat mijn gezondheid ook nog een hele tijd toelaat. Zolang als ik er nog plezier aan heb. En zolang als ze mij nog willen binnen de club, ja, natuurlijk. Hè. Dat zullen we dan zien. In elk geval bedankt voor het komen. Ik ga u deze presentatiegids. Dit is iets. Dit is een primeur. Die gaat eigenlijk woensdag pas naar het grote publiek. Hier staat de jubileumgids. De jubileumgids. Hier staan uiteraard ook de bewijsstukken in, want we kunnen dat allemaal wel zeggen. Exact 17 maart 1960. Alles staat erin. Ik ga u die geven. Dank je wel, meneer. En je kan er eens met genoegen in lezen. Dank je wel. Kunt er straks om vechten. Chris, we hebben er nog niet over voetbal.